2-2. Mooie uitslag. Ja, er gebeurde genoeg in de wedstrijd. En uiteindelijk inderdaad, dan zullen we misschien morgen of overmorgen dat wel terecht vinden, die 2-2. Maar ja, op het moment dat je in blessuretijd nog met 2 in voor staat, en dan hoop je hem over de strepen te trekken. En ik denk ook dat we, als je naar kans, echt naar kansen kijkt, dat we meer kansen hebben gehad dan hun. Zij hebben veel power. Uit stilstaande situaties maken zij dan die 2 goals. Ja, en dat het moment natuurlijk in de eerste helft dat de bal gewoon niet achter is en wij die 1-1 scoren. Blijkt dat het inderdaad een zuivere goal was, dus daar kan ik weinig tegen inbrengen. Je hebt allemaal de beelden gezien, dus het was een zuivere goal. Ja, hij ziet dat anders, denk ik. Hij maakt op zo'n moment een beslissing en dat is in ons voordeel. Daar kan ik weinig van zeggen. Wat hebben ze daar in die kleedkamer bij jullie in de tegendonderd in de rust? Nou, we wisten wel dat we gewoon het was een gevecht en dat moesten we ook blijven doen. En na de eerste 5 minuten overklasten we ze helemaal, denk ik. En dan kom je op 2-1. Je had ook gewoon 3-1 en 4-1 eigenlijk moeten maken. En dan had ook niemand gezegd van dat klopt niet of zo. Ze starten heel goed, ze maken heel snel 2-1. Weet je, en ik wil ook nog niet zeggen dat wij slecht starten. Uiteindelijk, ik had de goal tegen, maar ik vond dat we wel heel scherp waren in die tweede helft. Dat heb ik afgesproken. Ik had natuurlijk op een knullig moment krijg je een 1-1. En dan wordt het na rust gelijk 2-1. Ja, dat zijn wel even 2 keer dat je even knakt. Ja, maar kom je dan nog goed weg dat het niet eens de vlak daarna ook nog 3-1 wordt? Ja, dan krijg je daarna wel een goede kans. Weet je, voor hetzelfde wordt het inderdaad 3-1. En dan wordt het een hele moeilijke wedstrijd. En zolang het 2-1 blijft, dan blijven wij geloven. En dat hebben we goed gedaan. Ja, en daardoor blijven we in die wedstrijd. Ja, ik heb me er een beetje over verbaasd dat Polsen zich wat al te vrijwillig terugtrokken. Was het werd het voor jullie daardoor ook een stuk makkelijker? Nou, op zich, het veld is natuurlijk heel slecht. Onze insteek is altijd om te voetballen. Alleen dat kon op dit veld niet. Dus we hebben bewust gekozen om ook veel de lange bal te spelen. En zij zakte ver terug, dus ik begrijp dat aan de ene kant wel. Maar dat is maar net de vraag hoe een kind bal valt. En in het laatste moment valt hij dan voor ons goed en dan wordt het 2-2. Ja, dan moet je aangedaan worden van Polsen dankbaar zijn dat hij die overtreding maakt. Ja, het is niet zo handig overtreding. Maar die heb ik meer gezien vandaag. Ik heb wel meer overtreding gezien van beide kanten. Dat ik denk van ja, dat was niet zo handig. Alleen ja, dat gebeurde in het voetbal. En dit keer in het voordeel van ons. Ja, ja. Dan zien we een hoop emotie bij het veld. Ja. Ook bij de trainer zelf, moet ik zeggen. Ja. Doe je er vaker of zeg je van ja, nee, dit was even nodig? Nee, weet je, dat hoort er een beetje bij in zulke wedstrijden. Alleen 2, weet je, ik vind dat wij te vaak benaderd worden door bepaalde situaties. En dan... na zo'n wedstrijd ook, dan geven we elkaar de hand en dan slaat hij nog een keer hard op mijn schouder. Ja, dan ga je wel de grens over. Dus ja, daar word ik wel geïrriteerd door. En, weet je, ik hou van een beetje strijd in het veld. Alleen, had deze wedstrijd misschien ook een beetje nodig. Van onze kant, laat ik het zo zeggen. Je verliest iets, maar je komt ook niet dichterbij. Nee, maar kijk, vooraf dan denk je de koploper komt, 2-2. Dat zou dan mooi zijn als we gewoon punten thuis weten te houden. Maar achteraf dan... toch jammer, zeker hoe de wedstrijd verlopen is gegaan. Dan heb je daar wel een nagevoel over. Zeker omdat je gewoon een glaszuivere goal wordt tegengehouden. En soms heb je met buitenspel dat je denkt van ach ja, dat kan wel eens een keer net niet gezien worden of nou net wel gezien worden. En ik zal waarschijnlijk gemonteerd worden naar die andere trainer, die zal weer een heel ander beeld hebben. Maar volgens mij was alles wat neutraal was en niet een paas hard had, wel overeen dat die bal lang niet over de lijn was. En die wordt gewoon teruggelegd en wordt gewoon gescoord. Dus gewoon een zuivere goal. En in zo'n wedstrijd waar ik de kansen, waar je verwacht dat de kansen heel weinig zullen zijn, ja, dan word je gewoon bestolen. Zo makkelijk is het ook. En dat is zuur, maar ik vond dat we het goed oppakten. Uiteindelijk vind ik het terecht. Ik vind dat wij bleven gaan voor die 2-2. Dus ik ben daar zeer content mee. Nou, wij willen graag het toetje, zoals ze dat noemen, de na-competitie. Ja, dan had je gewoon vandaag niet moeten verliezen. En dat hebben we niet gedaan. Maar ja, op het moment dat je zo dicht bij 3 punten bent. Tegen in principe de titelkandidaat nummer 1, dan is dat jammer. Heel jammer.